5 ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van ondernemerslessen. Met in deze aflevering Jos Govaert van PR-bureau Cooper. Jos, vaart welkom. Dankjewel. Jullie doen PR? Ja, dat ook. Dat heet ook. Maar nog meer dan PR? Ja, je kan het PR, content marketing, wat dan ook noemen. Uiteindelijk is het gewoon verhalen vertellen. Verhalen vertellen in opdracht van klanten. Ja. En vertellen jullie ook zelf verhalen? Ja, doen we ook. Want anders hadden we waarschijnlijk niet bestaan dat we in de crisistijd begonnen zijn. Oh ja. Toen was de PR-wereld sliep. Zou ik kunnen zeggen. En ik denk dat wij wakker waren. Je hebt 5 ondernemerslessen meegenomen. Daar hebben we 20 minuten de tijd voor. Ja. En ze zijn heel kort, dus ze behoeven heel veel uitleg. maar daar hou ik altijd van. En de eerste, die is al meteen heel duidelijk. Organiseer vrijheid. Ja. Vertel, wat bedoel je daarmee? Nou, dat heeft de herkomst. Wij vonden vroeger, we zijn het bedrijf met z'n twee begonnen. Ja. En we vonden heel erg dat... wij zelf mensen ontzettend veel vrijheid gaven. Maar we zagen eigenlijk dat er niet zoveel mee gebeurde. En in het begin gaven wij die mensen daar ook nog de schuld van. Ja. Daar werden die mensen gefrustreerd van. Gaandeweg ga je een beetje leren. En denk je van, ja, er is misschien een reden waarom wij de ondernemers zijn en zij dat niet zijn. Dus misschien moet je die vrijheid iets meer organiseren. En wat ik daarmee bedoel is dat naast die vrijheid ook iets van initiatief en verantwoordelijkheid hoort. Maar dan moet je wel op een bepaalde manier stimuleren. En daar hebben we best wel lang over gedaan om dat uit te vinden hoe dat dan moet. Zegt hij schampelachen? Ja, maar het is door schade en schande. Ja, en de een wel, de ander niet. Dus in eerste instantie ging je gewoon het soort mensen wat je ging aannemen, gingen we selecteren op dat soort vaardigheden, dat mensen dat zelf konden. Maar ik denk dat we er een tijdje geleden achter zijn gekomen dat als je al het werk wat gedaan moet worden vertaald naar rollen en verantwoordelijkheden die daarbij liggen, dat ineens mensen een soort van kader hebben waarbinnen ze die vrijheid kunnen zoeken. Hmm. En wat ons ook opviel is dat heel veel mensen natuurlijk door vader en moeder opgevoed. Goh. En dan ben je gewend om altijd toestemming te vragen als je iets wil. En dat is hoe dan ook een drempel. Want als jij iets wil, dan ga je naar je moeder of naar je vader toe. En mag ik dat? En is altijd de kans dat er een nee is natuurlijk altijd aanwezig. En in je hoofd is die kans altijd oneindig veel groter dan een ja op een of andere manier. Hmm. Als je dan omdraait naar alles mag tenzij, in plaats van je moet overal toestemming voor vragen. Dan schiet een heleboel dingen ineens op. En dat blijkt nu ook wel te werken. Ja, want waaruit blijkt dat? Nou, iets heel simpels. We lullen al 6 jaar over het maken van een podcast. En nu komt hij er ook een keer. Ja, dat ja. Klinkt heel klein. Maar dat is gewoon 6 jaar lang een goed idee geweest. Ja, ja, ja. Punt. Ja, en dus waardeloos. Ja, nou ja, gewoon het werd niet uitgevoerd. Nee. En wat ook gebeurde is dat alles werd doodgeredeneerd. Omdat het gewoon niet goed genoeg was in onze ogen. Hmm. Terwijl we nu meer van de lees zijn. Gewoon elke stap vooruit is er één. En je kan beter iets doen dan niks doen. En je ziet wel of iets sterft in schoonheid of in lelijkheid of wat dan ook. En vereist dat een bepaald karakter of zo om mensen om je heen te verzamelen? Ik bedoel niet zo jouw karakter, maar als de mensen die je om je heen verzamelt. Wat kenmerkt ze dan? Nou ja, dat ze het leuk vinden om dat initiatief te nemen. Daar hoeven ze niet per se extrovert voor te zijn. Ja. Juist niet. Maar je moet wel bezig zijn met je vak. Dus ook bereid zijn om daarin te investeren en te leren en iets te doen. En weet je wel, je werk meer zien dan die klant blij maken, punt. Ja. En je gaat weer vrolijk naar huis en that's it. Ja. Want hoeveel mensen hebben jullie nu? 31 in totaal. En jullie zijn internationaal aan het ondernemen, hè? Begreep ik net. Ja, ja, ja. We zijn in België gestart. Ja. Nou, dus bij jullie, dat is 20 kilometer, denk ik, hè? Zoiets. Wat is het? 30? Nee, wanneer ga je de grens over? Nou ja, we zitten met kantoor Rotterdam, dus ik denk dat je 60 kilometer verder bent. Antwerpen. Ja. En met hoeveel mensen zit je daar? Nu met z'n drieën. En waarom ben je daar gaan zitten? Omdat een heleboel klanten van ons, we hebben best wel veel internationale klanten, die kwamen met Benelux vragen bij ons binnen. Ja, dan moesten wij een partnerbureau gaan zoeken in België die dat dan deed. En dat vonden we een beetje zonde. Dus zijn we lokale mensen gaan zoeken. Er zitten 3 Belgen. Ja. En jij rijdt er regelmatig naartoe? Niet zo heel vaak. Nee, want je hebt vrijheid georganiseerd. Ja. Ja. Ja, en plus ze zien Hollander aankomen daar in België. Dat heeft totaal geen zin. Nee? Nee. Is dat zo'n groot verschil? Ja. Oh ja? Ik mag best mee aanschuiven, maar ik moet niet degene zijn die het hoofdwoord voelt. Oh, dat is echt niet handig. Tweede les die je hebt meegenomen. Maak cultuur belangrijk. Ja, klinkt als een open deur, maar het is wel zo. Kijk, als je die vrijheid belangrijk maakt, maar je regels zijn dat je alleen maar naar financiën kijkt of weet ik veel wat. En alles op resultaten afmeet. Nou, wij vinden cultuur belangrijk. Dat is hoe ga je met elkaar om, maar ook wat verwacht je in de omgang met je klant. Weet je wel, als een klant structureel ondankbaar is, vinden we dat best wel belangrijk. Weet je, de menselijke factor, die werkt 2 kanten op.
Wij vragen van mensen om veel initiatief te nemen. Dan mogen ze ook van ons verwachten dat we ze dekken als er wat aan de hand is. Mm-hmm. Maar even zo goed, weet je wel, vieren van successen. Als je een pitch wint, hoe doe je dat dan? Betrek je daar het hele team bij? Of is het hele bedrijf vrolijk? Of we hebben ook gewoon een rol die verantwoordelijk is voor de fun-activiteiten. Dat er dingen georganiseerd worden die mensen leuk vinden. Variërend van wat je met Sinterklaas doet of een keer met Halloween. Maar of uit eten. En het heeft allemaal geen verplicht karakter. Maar wel in ieder geval dat je dingen faciliteert waar mensen lol aan kunnen beleven. Hoe belangrijk is de match met de cultuur van de opdrachtgever? Ja, dat is best een hele moeilijke. Omdat je werkt voor... wij werken voor grote opdrachtgevers waar best wel veel politiek kan zijn. Noem eens paar. Wij werken voor merken als Netflix, Albert Heijn, Coca-Cola. Dat zijn gewoon hele grote opdrachtgevers waar heel veel gebeurt. En waar een dynamiek is waar we zeker niks mee te maken hebben, maar waar je wel bij betrokken wordt. Ja, dat moet je wel mee leren omgaan. En wij hebben mensen, zeker ten opzichte van de concurrenten die in ons veld actief zijn, die gemiddeld genomen op veel jongere leeftijd dan bij de concurrentie veel verantwoordelijkheid dragen. Dat komt omdat we dat willen, want dat is voor onszelf prettiger, want dan zijn we zeer kwetsbaar als alleen de top in een bepaalde rol zit. Ja. Maar ook gewoon omdat die mensen goed genoeg zijn dat ze eraan kunnen. Mm-hmm. Vindt de klant ook prettig, toch, volgens mij? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Kijk, er zijn ook situaties waarin er dan gesproken wordt over, op dat moment hadden we meer senioriteit nodig misschien. Ja, wat is dat dan? Mm. Is dat iemand van 50? Ja, ja. Wat is senioriteit? Maar ja, die heeft misschien nog nooit een Instagram-account geopend of zo. Ja, 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 ja. Zeg het maar. Ja. Ja. Uiteindelijk is die klant vooral op zoek van, weet je, dat hele medialandschap is hartstikke lastig. Hoe dan? Wat moet ik doen? En dan al die bureaus die er nog zijn, aan wie vraag ik nou wat in godsnaam? Want wat zijn disciplines? Wat zijn jullie core disciplines in het bedrijf? In een PR-bureau anno 2017? Nou, we hebben bijvoorbeeld een studio waar 5 mensen in werken. Mensen die video's maken, die animaties maken. Dus dat zit echt puur op creatie. Mm-hmm. Ja, dat had je 10 jaar geleden bij een PR-bureau echt niet bedacht. Nee. Verder is het een beetje afhankelijk van de disciplines waar we in werkzaam zijn. We hebben een aantal klanten in dat is onze verzamelbak consumer tech en entertainment. Dan moet je denken aan Netflix, aan Coolblue, aan Warner Bros, aan Uber. Dat zijn bedrijven die vanuit zichzelf al heel veel nieuws hebben. Dus dat moet je gewoon goed naar de markt brengen. Ja, ja. En het met goede messaging en op een leuke manier vertellen. Maar dat is niet het moeilijkste. We werken ook voor Albert Heijn en Coca-Cola. Ja, die verkopen gewoon spullen die je elke dag moet hebben. Ja, dat is niet per se nieuws. Dus daar moet je wat van maken. Er is meer creativiteit bij vereist. Het gaat over meerdere kanalen. Hoe creëer je dan nieuws voor een Albert Heijn? Buiten als er eens een keer wat aan de hand is en je moet inspringen omdat er vanzelf nieuws komt, zeg maar. Nou ja, ze hebben uiteindelijk gewoon een overkoepelende strategie dat ze de gezondste supermarkt van Nederland willen zijn. En er hangen gewoon een heleboel activiteiten onder die je op verschillende lagen activeert. En dat zit ook in de moeders die koken, maar ook de lokale producten van de lokale slager in Eindhoven die ook ergens in de winkel ligt. Ja, die staat ook in die spotlights. Dus je hebt zoveel lagen die je kan pakken. Maar dat ga je niet meer doen met het persbericht. Dat is echt. In hoeverre moet een belofte van een opdrachtgever zoals de Albert Heijn die je net schetst ook 100% waar zijn? Ja, zoveel mogelijk. Of er moet in ieder geval wel een soort van. Maar zij verkoopt ook heel veel ongezonde spullen. Ja, maar dat maakt er niet uit. Nee, maar als je belofte is dat je de gezondste winkel, of wat zijn er net, wat was het? Ja, maar dat wil niet zeggen dat je alleen maar de gezondste spullen moet verkopen. Alleen je moet gewoon zorgen dat je meer doet dan een ander. En uiteindelijk, weet je, is het ook gewoon een commercieel bedrijf met commerciële doelstellingen. En als zij alleen maar supergezonde spullen verkopen dan heb je ook geen business. Dus het gaat volgens mij om de intentie wat je wil doen. En als je daarna leeft, dan ben je al heel net. Ik denk dat een heleboel bedrijven dat niet doen. Een mooi brugje naar de derde, durf kleur te bekennen. Dus, dat geldt niet alleen voor jullie, maar ook voor het bedrijven van PR? Ja, kijk, als jij een verhaal vertelt wat iedereen vertelt, ja, wat is je onderscheidend vermogen in het verhaal zelf? Weet je wel? Bij heel veel opdrachtgevers komt het erop neer dat datgene wat ze daadwerkelijk verkopen, of daar nou heel veel verschil zit ten opzichte van de concurrentie. Valt te betwijfelen. Ja. Vaak wel. Pak een energiebedrijf bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, wat gebeurt er als je het logo weghaalt? Ben je dan nog herkenbaar? Ja. Ja. Het is natuurlijk niet iets wat we alleen doen, maar wel iets wat volgens mij steeds belangrijker is. En hoe beken je kleur?
Hoe doe je dat? Keuzes maken. Er niet voor iedereen willen zijn. Ja, ja. En ik denk dat dat nog een soort van collectieve fout is. Weet je wel. Maar het begint al met wat voor doelstellingen heb je. Ja, zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja, als je daarmee begint. Ja, ja, dan, hoe kan je dan een godsnaam kleur bekennen? Van, ja, ja. Ik wil er voor een puber zijn van 16, maar ook voor gepensioneerden van 65. Mm-hmm. En ik moet nog beginnen. Dat is een veelgemaakte fout? Ja, vind ik wel. Omdat ze groot willen worden of zo, om van zoveel mogelijk mensen te kopen? Ja, gewoon angst om iemand te passeren of te verliezen. Terwijl als jij... dit geldt zeker voor bedrijven die nog heel veel moeten opstarten. Ja, kies dan maar ergens voor en ga daar, commenteer daarvoor 2-3 jaar aan. En ga gewoon verhalen maken op een manier zoals je ze zelf ook zou willen zien. Dat vind ik altijd gepand. Weet je, als mensen gewoon consument zijn, dus aan de andere kant van de tafel zitten, dan vraag je wel, ja, wat kijk je zelf nou? Hoeveel apps gebruik je? Nou, 7 apps op je eigen telefoon. Ik kijk Netflix. Ja, waarom ga je dan nog? Waarom geef je nog zo achtelijk veel geld uit aan een televisiecommercial die eigenlijk uiteindelijk niemand wil hebben? Ja. Ja, maar dat is omdat, kijk, het werkt nog. Kijk maar naar dit Excel. Ja, heb je geprobeerd om misschien de helft van het budget gewoon niet meer uit te geven en die andere kijken wat er gebeurt. Je weet gewoon niet wat er gebeurt, want je bent gewoon bang voor die angst om dat wat je hebt los te laten. Dat begrijp ik allemaal wel, zeker als de schaal groter wordt. Maar ja, als je kiest, nou, dan geloof ik zelf veel meer in. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die niet, die steeds slechter werken, PR-technisch? Ja, ik denk onderzoeken. Onderzoeken die je door een extern bureau met NS1000 laat valideren. Ja, ik geloof er zelf gewoon niet in. En we doen ze zelf ook, hoor. Ik bedoel, maar waarom geloof je er niet in? Omdat het niet waar is. Want? Nou, het is sociaal wenselijk antwoorden. Ja? Ja, ja. Uiteindelijk. En je valideert iets wat in de praktijk vaak gewoon niet klopt. Alleen, het is gewoon met als doel om nieuws te maken. En dan denk ik van ja, ga mezelf zorgen dat je relevant bent. Dan heb ik het hele onderzoek niet nodig. Verzin wat voor je klanten wat iets betekent. Ja, de uitkomst van het onderzoek, dat is het eerste wat ze hebben bedacht. En dan daarom doen. Ja, ik heb met wat voor reden ga je onderzoek doen? Is dat om echt iets beter te willen begrijpen? Dan is onderzoek natuurlijk prima. Ja. Maar is dat om nieuws te maken? Ja. Dan moet je eraan twijfelen. Ja, vind ik wel. Maar televisiereclame, is dat al dood? Nee, is niet dood. Nee? Dus is nog wel zinvol? Ja, ik denk als jij echt snel tempo wil maken, snel naast bekendheid wil opbouwen, dan werkt het nog steeds wel, denk ik. Mits je voldoende schaal geld en weet ik veel wat hebt. Maar of het op de lange termijn een methode is die beklijft en waar mensen sympathie voor hebben, dat wordt moeilijk. De volgende blijft hongerig naar nieuwe kennis. Ja. Vertel. Nou, zeker als bureau. Kijk, je kan ervan uitgaan dat jouw klant is drukker dan jij gewoon met het hele werk. En dat bedoel ik mee, die is gewoon... Stel, die werkt 40 uur, dan is hij 50 uur bezig, gewoon daarmee, punt. En ik denk, als je bij een bureau werkt, moet je laten zien dat je slimmer bent dan je klant. Ja, en dan moet je toch jezelf voor bijspijkeren. En dat doe je niet door naar een cursus te gaan, daar geloof ik niet zo in. Maar dat doe je wel door gewoon zelf dingen uit te proberen. Door te lezen, te luisteren, met andere mensen te praten. Wat voor materiaal je ook zoekt, maakt niet zoveel uit. Maar uiteindelijk wil die klant gewoon, aan de ene kant wil die een soort van generalist. Iemand die overal wel een beetje vanaf weet. Maar ja, die wil ook iets wat hij zelf niet snapt. Dus die wil ook een specialist. Dus volgens mij moet iedereen, heeft met zo'n lelijke term dan een T-shaped marketeer of zo. Weet je, generalist in de breedte, plus van 2 of 3 dingen echt verstand te hebben. Ja, ja, ja. En dat kan heel makkelijk, hè. Als jij gewoon een paar webinars van iets specifieks volgt en je gaat in de praktijk gewoon uittesten, dan kom je heel eind. Heeft de gemiddelde ondernemer, is die hongerig genoeg naar nieuwe kennis als het gaat om communicatie en PR? En dan bedoel ik niet zozeer de corporates, hè, de grote merken die je noemt. Werk je ook voor kleinere ondernemers? Ja, meer in dat we hen helpen hoe zij het moeten doen. Omdat ik vind dat kleine ondernemers moeten zelf het boegbeeld zijn. Want ze zijn zelf de helft van hun verhaal. Gewoon, die ondernemer maakt die tent. Dat is maar heel veel ondernemers die je dan spreekt, ja, zo interessant ben ik helemaal niet. Ja, ja wel, anders had je geen ander. Ja. Dus veel meer je eigen persoon inzetten als je kleine ondernemer bent. Tuurlijk. En hoe hongerig zijn zij naar kennis? Dat hangt er vanaf hoe je het aanbiedt, denk ik. Ik denk dat, dat ze heel veel willen weten en leren. Alleen het is gewoon, ja, een beetje mijn dagelijks werk ziet er heel anders uit. En dat, weet je, communicatie, dat doe ik er wel bij. Of daar huur ik iemand voor in. Of, terwijl ik denk van, ja, weet je,
dat wat jij te vertellen hebt, dat is waarschijnlijk gewoon het bestaansrecht van je tent. Ja. En als het goed is, vind je het leuk om daarover te kletsen. Toch? Volgens mij is het niet zo ingewikkeld. Nee. Je, ons vak is niet ingewikkeld. En het wordt heel vaak ingewikkeld gemaakt door alles in modellen te vatten en alles dood te redeneren. Volgens mij moet je gewoon doen. En de kern van het vak is je ondernemersverhaal vertellen? Dan? Ja, vind ik wel. Maar wat ook wat jouw ondernemersverhaal betekent voor je klant of wie je om je heen treft. Maar dat is toch makkelijk? Als jij ondernemer bent en je hebt handel, dan heb je toch elke dag verhalen. Je komt bij klanten, je maakt dingen mee op de werkvloer. Kan elke week maak wel 5-6 verhalen mee. Maar ja, wat je misschien merkt bij, nou weet niet of ik een beetje generaliseer, bij de wat oudere ondernemers, dat ze natuurlijk moeite hebben om de wat nieuwere kanalen in te zetten, lijkt het wel eens. En waarbij iedereen nu vandaag de verhalen snackt van een Facebook en van een Instagram. En dat misschien een heleboel ondernemers daar niet thuis in zijn. Is dat herkenbaar? Ja, dat klopt. Weet je, het meest natuurlijke netwerk voor hen is vaak LinkedIn. Dat is toch prima. Begin daar dan lekker mee. Wordt ook steeds meer een social... Die hebben ook gewoon een native video toestand. Inmiddels. En dan komen ze maar Facebook-achtige artikelen en alles zelfs op te laten staan. Ja. Toch, het begint steeds meer op elkaar te lijken, hè? Ja, maar dat is met elk medium, weet je wel. Als je ziet wat Twitter probeert te doen met hun algoritme. Oké, het zal wel. Als we namens alle fuseren, hebben we er eentje, is wel overzichtelijk. Ja, dat wil ook weer niemand. Nee, gaat niet gebeuren? Nee. Waar maak jij het meeste gebruik van, voor je eigen PR? LinkedIn, nu, denk ik. En dat is echt wel verschoven. Het was voorheen was echt ons blog in combinatie met Twitter. Dat was echt wel de gouden truc. Het was echt wel geswitcht naar LinkedIn, omdat daar gewoon ook... Daar zit mijn netwerk, daar zitten ook de mensen van een bepaald niveau. En Twitter is meer geëvolueerd tot een soort van privé speeltje of zo, ik weet niet. Ja, of een zender meer van het nieuw. De interactie is weg, lijkt het wel een beetje. Ja, dat is in ieder geval veel minder dan... Dan te halen. En LinkedIn wordt inderdaad steeds meer gericht zich steeds meer op rijkere content, zoals die videofeeds nu inderdaad. Ja, dat is wel goed. Laatste les die je hebt meegenomen. Daar gaan we nou, practice what you preach, dan maar. Maar deel de echte cijfers, wat bedoel je daarmee? Nou, geld. Als jij wil dat je mensen ook commercieel verantwoordelijk zijn, dan moet je geen soort broodjes bakken. En dan moet je gewoon vertellen hoe het zit. En niet alleen dat, maar bij ons zijn ook best wel veel mensen voor een deel financieel verantwoordelijk. Dat wil niet zeggen dat we ze op afrekenen, zo streng... Zijn we niet, maar wel gewoon, oké, onder jouw groep vallen deze klanten. Nou, wij hebben gezocht voor de resources, je hebt goede mensen, je hebt een goed team staan. Je krijgt ook een budget wat je kan besteden aan marketingactiviteiten, opleidingen, whatever je nodig vindt. Ja, daar hoort dan ook een bepaald resultaat bij en dat maken we gewoon inzichtelijk. En dan zijn ook, mensen vullen bij ons ook gewoon zelf op een klant gewoon de prognose in voor de komende 3 maanden. Dan gaan we gewoon kijken, klopt dat? En bij vorige bedrijven waar ik gewerkt heb, werd je soms wel verrast. Ging het ineens slecht? Nou, ik geloof niet dat het bij ons ooit gebeurt. Ja. Het kan best een keer slecht gaan. Maar niet ineens. Maar dan zie je het aankomen. Ja, ja. Is, dan deel je dat vroegtijdig. Ja, dan zeg je, we moeten even op de kosten letten. Of we moeten juist, dat hebben we nu ook gedaan. Van, we kunnen nou het laatste kwartaal kunnen nog slimme dingen doen. Hmm. Kan er nog een workshop ergens of iets wat morgen online kan, waar je omzet mee kan maken. Maar het begon in het begin al, gewoon met het eerste jaar dat we bezig waren, hadden ze zo'n krijtbord en toen hadden we gewoon, op een gegeven moment ging niet over grote bedragen, maar we hebben nog €1.750 deze maand nodig. Dat stond op het bord. En dan schreef ik gewoon om, wat kunnen we daarvoor doen? Nou ja, dan ging je het gewoon doen. En dan haal ik bijna altijd. En ik denk dat dat ook wel het verschil is tussen ondernemer zijn bij een PR-bureau versus manager van een PR-bureau wat uitmaakt van een groot netwerk. Ja, waar je zelf de corporate in loondienst bent die je aanstuurt. Dan heb je toch iets minder urgentie om dat te doen. En nu is het, het eerste wat eraan gaat is ons eigen salaris uiteindelijk. Ja. Deel je die trouwens? Die is dus niet 1-op-1, maar die kan iedereen eigenlijk gewoon zo zien. Dat is niet zo moeilijk. Ik las een voorbeeld van een bedrijf in Amerika, die hebben dan alle salarissen. Zeg maar, publiekelijk staan. Nou, dat kan een next level ding zijn. Ook, we denken nu na over, wat doe je nou met promoties of met salarisverhogingen? Ja, misschien moet dat op een of andere manier wel een soort van input van de klant versus input van het team. En dat bij elkaar, daar komt een of andere score uit. Ja, wij vinden niks zo vervelend als die subjectiviteit van, ja, jij wel en jij niet. Ja, op basis waarvan? Ja, omdat ik zie dat je dit goed doet en jij dat niet. Hmm. Ja, dat is discutabel, hoor. Hey, en tot slot vanuit PR, moet je dit dan ook doen? De echte cijfers delen? Moet je vanuit je PR-strategie altijd open en transparant zijn? Nee, ja, maar ik vind dat je wel kan kiezen. Ik bedoel, je hoeft niet...
open is wat anders dan doorzichtig. Je moet ook wel nadenken over... Kijk, je hebt de communicatie- reputatiegevolg en daar praat iedereen over. Maar je hebt soms ook gewoon een gevolg voor aandeelhouders, financiën, weet je wel, andere juridische zaken. Mm. Ja, dat moet je uitbalanceren. Mm. En ik merk wel eens dat mensen die niet gewend zijn om PR-communicatie bij grote bedrijven te doen, dat ze een heel makkelijk oordeel hebben over wat er had moeten gebeuren. Ja. Als je zelf op die stoel zit en het gaat ineens over miljoenen, dan wordt het een ander spel. Ja. Waarvan ik wel vind dat je gewoon wel het communicatieve belang en weet je, reputatie gaat natuurlijk lang mee. Dan moet je wel verdedigen. Dus je moet niet klakkeloos in een juridische chit-chat meegaan. Mm-hmm. Maar nou, ik vind wel dat je datgene wat je vertelt, moet je productief in zijn. Ja, dus je moet niet wachten totdat de vraag komt, maar je moet in scenario's denken. En denken van, nou, oké, ik... Stel, weet je wel, in april worden alle jaarcijfers gepubliceerd. Als jij nou besluit om dat gewoon een beetje sneller van elkaar te krijgen, dat je dat gewoon eind februari afgerond hebt. En je zoekt zelf een onderscheidende manier waarop je dat presenteert. Ben je in de regie. En je doet dat in maart, dan ben je in de regie. Ja. En dan kan je nog veel meer dingen organiseren. Als jij denkt dat er kritische noten te kraken zijn, dan weet je ook vast wel van wie. Ja, nodig ze dan gewoon uit voordat het zover komt. Dat is helemaal niet zo moeilijk, hè? Nee, maar ja, blijkbaar wordt het vaak wel moeilijk gemaakt. Ja, dat ook en het is ook een kwestie van de Rotterdamse en die lullen me poetsen, zeg maar, hand uit de mouwen. Ja, maar ook gewoon simpel je verstand gebruiken. Ja. Ik bedoel, het is niet... Het is geen rocket science. Het is geen wiskunde of zo. Toch, dankjewel voor het delen van je ervaring en je kennis. Graag gedaan. Jos Kovacs van Cooper. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Ondernemerslessen. Voor meer Ondernemerslessen, kijk op 7ditch.tv. Daar staan er nog veel meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!